Britse en Amerikaanse onderzoekers die zijn naar Antarctica gegaan. Heb je dat gelezen? Ja. En die hebben nu uitgevonden dat het ijs daar, dat breekt niet zo snel af. En smelt daardoor ook niet zo snel. En daardoor gaat de zeespiegel lang niet zo snel stijgen als ons altijd verteld is. Ja, want weet je nog? Al die rampscenario's op tv. Er komt dus een heel leger met deugneuzen en klimaatkneuzen. En die kwamen ons dan vertellen met animatiefilmpjes hoe erg het allemaal niet zou worden. Kan je je nog herinneren? Ja, in 2050 dan stonden we al ongeveer tot onze knieën stonden we in het water. En dan later, dan zou het strand ergens bij Amersfoort liggen, weet je nog? Ja. En dan weet je zo, bijna de helft van Nederland. Dat was dan één golfslagbad. Allemaal dat heeft alleen maar bang maken. Bang maken, ja. En dat ging allemaal met die Frans Timmermans. Ja, weet je nog? Met die groengoeroe. En D66. Oh, ook allemaal met Kagejet. En ook bang maken. En Gerrit Hiemstra, ook nog, weet je? Ook van de club van bang maken. En wij wisten wel een beetje van, ja, dat zal wel een keertje teruggedraaid worden. Nou, dat is dan nu, vrienden. Ja, het blijkt dus allemaal toet geleuter. Ja, het is gewoon niet waar. Nee. En nu zijn ze stil, hè? Ja. Oeh, je hoort ze niet, hè, die bangmakertjes. Nee, nou zijn we stil. Ja. Weet je wat jullie moeten doen? Bangmakertjes, als jullie mensen willen bangmaken, dan moet je lekker naar de Efteling gaan en in het spookhuis gaan werken.